Hoi, ik ben Joost Luiten en we gaan het hebben over chippen. Ik chip op een andere manier dan misschien de meeste tourspelers. Maar het is een manier die mij heel erg heeft geholpen en ik hoop dat het jou ook helpt. We hebben hier een chipshot, vrij standaard chipshot. Meter of 14, tight lie. Klein beetje uphill, fly vlakke green. Redelijk makkelijk zou je denken. Nou, ik heb hier best wel een tijdje echt problemen mee gehad. Wat ze noemen in golf de jips. Nou, wat is de jips? Eigenlijk is het een mentale blokkade. Eigenlijk een error net voordat je de bal raakt. Dus ik was zo bezig met dat raakmoment van de bal. Dat mijn hersenen eigenlijk zichzelf uitschakelden op het moment dat ik die bal moest raken. En dat creëerde een schrikbeweging. En dat is eigenlijk een jip. Nou, dat is leuk om te weten wat een jip is. Maar hoe kom je er weer vanaf? Daar heb ik met veel mensen over gesproken die ervoor gestudeerd hebben. En eigenlijk het enige om er vanaf te komen is eigenlijk het niet meer te trainen. Niet op de manier zoals je het altijd hebt gedaan. En als je gaat trainen, iets heel anders doen dan dat je altijd hebt gedaan. Want waarom heb je die overbelasting? Omdat je er zoveel mee bezig bent. Het nam echt mijn leven over. Ik kon niet slapen, ik wilde alleen maar chippen. Ik was alleen maar met dat raakpunt bezig. Ja, en als je dat maar vaak genoeg doet, dan wordt dat steeds meer een probleem of angstig. Of die jip waar we het over hadden. Dus ik ben weer gaan trainen na een paar weken niks doen. En ik chip nu gewoon met mijn linkerhand onder. Dus iets wat ik nog nooit eigenlijk heb gedaan. Dat geeft mijn hersenen eigenlijk een nieuwe prikkel. Iets wat ze opnieuw moeten leren. Dus die overbelasting in rechtsonder, die is er niet meer. Dus die jip is weg. Dus eigenlijk wat ik doe is alles is hetzelfde als dat ik altijd met rechtsonder chipte. Maar ook een beetpak is gewoon linksonder. En dan chip ik gewoon. Eigenlijk is het gewoon een verlengde putbeweging. Ik put al jaren met linksonder. Eigenlijk is het gewoon een schouderbeweging. En die bal die kom je vanzelf ergens tegen. Ja, en die vliegt naar de hol. Dus je gaat gewoon lekker ontspannen staan. Je kan ook zeg maar als je net begint, kan je meer zo beet pakken. Om te voelen hoe staat het lichaam erachter. En als je dat hebt gedaan, pak je gewoon die linkeronder. Meer dan dat is het niet. Omdat ik nu een nieuw signaal naar mijn hersenen geef, wat hij nog niet kent, heb ik die schrikbeweging die ik met rechts wel had, die is er niet meer. Ja, en nu kan je weer vrijuit chippen. En als je hoge of lage bal is allemaal hetzelfde als eerst. Je speelt gewoon een beetje met dat blad. Als ik hem iets hoger wil spelen, geef ik ook gewoon iets meer loft. En ik ga weer naar voren en naar achter. En die bal die kom je vanzelf tegen. Als je wat lager wil, pas je die balpositie aan een beetje naar rechts. Je kan weer beginnen met rechtsonder. Als je zegt, nou dat voelt lekker, keer je handen om. En dan chip je hem wat lager. Dus alle basisprincipes blijven hetzelfde als met rechtsonder chippen. Maar ja, je keert gewoon je handen om. Maar dat doet nog een paar dingen wat voor mij beter voelt als ik linksonder. Eén is, als linksonder zit en je rechterhand, ik ben rechtsdominant, daar komt die schrikbeweging uit. Als die nu schrikt, heb ik altijd links nog een slot op de deur. Dus dat doet eigenlijk niks met het blad. Of veel minder dan dat die onder zit, die rechter. Nu heb ik deze slot op de deur. En daarbij voelt het ook voor mij alsof ik veel minder vanuit de handen kan halen. Wat doe je als je onzeker bent? Dan ga je compenseren. Ga je vanuit de handen ga je proberen te timen, te compenseren. Ja, en dan loop je van het ene probleem in het andere probleem. En nu voelt het alsof mijn handen, mijn polsen veel makkelijker een eenheid blijven. Dus die breken niet meer of die compenseren niet. Ik kom gewoon die bal tegen en die gaat vanzelf naar het doel toe. En dat is wel heel belangrijk om vertrouwen te krijgen dat je een constante invalshoek hebt. En omdat ik nu gewoon die handen erop zet en ik draai vanuit de schouders, eigenlijk een verlengde putbeweging, kan er voor mijn gevoel heel weinig fout gaan. Dat geeft natuurlijk weer vertrouwen. Ja, en als je vertrouwen hebt, dan kan je weer gaan scoren. Maar je schakelt de handen uit. Je draait veel meer, veel mooier vanuit het bovenlijf. In plaats van dat je uit die kleine spiertjes probeert te spelen, wat heel erg afhankelijk van timing is.
Mensen denken, oh, linksom misschien minder spin of een hogere of lagere vlucht. Eigenlijk verandert er niet zoveel, behalve omdat je beter wordt. Omdat je constantere invalshoek krijgt en een beter contact, ga je ook beter spin krijgen. En natuurlijk zit er een afstandshoudbaarheid op tot hoe ver je dit kan doen. Want op een gegeven moment, als je snelheid nodig hebt, heb je natuurlijk een polsactie nodig. En dat is met deze manier is dat lastig, want die polsen wilden eigenlijk juist niet klikken. Dat voelt heel onnatuurlijk. Dus ik ben daar nog een beetje in aan het oefenen van oké, tot hoeveel afstand. Ik ben 1,30 meter kan ik deze techniek gebruiken. Daarbuiten ga ik naar de oude techniek. Maar dat is niet zo erg, want dan heb je automatisch, omdat je verder moet slaan, heb je al meer lichaamsdraai. En volgen die handen automatisch het lichaam. Ga lekker proberen, linksonder. Het voelt misschien heel vreemd in het begin. Maar Matt Fitzpatrick heeft er het US Open mee gewonnen. Dus het is echt een goede manier van chippen. En ik denk als je er zelf een beetje mee gaat experimenteren, binnen die 25 meter van de hole, denk ik echt dat op den duur dat je het voordeel ervan gaat zien en dat je steeds meer vertrouwen krijgt in je short game.